Koen de Bouw, die nu een goede vriend is en die in, ja, in al mijn films meespeelt, omdat ik dat een heel interessante acteur vind. Die kende ik toen nog niet, maar ik had hem gezien in een Nederlandse film, Han de Wit. En ik vond hem de perfecte look hebben om de juppie te spelen. En ja, hij wilde dat doen. En dat is een ja, geweldige samenwerking gebleken. Ik vind dat gewoon, ja, ik hou van acteurs die heel veel uitstralen met weinig woorden. Enfin, ze mogen ook klappen, dat is geen probleem. Hè. Maar ik zie zo, ja, ook in de jaren 70 was ik fan van Steve McQueen. Dat is zo'n acteur die heel weinig zei, maar je zet daar een camera op en je gaat er dichterbij en er opent zich een wereld van verbeelding. Wel, wat heb je met de Koen ook? Wel, de Koen die kan werkelijk met één blik duizend dingen vertellen. Dus hij wou dat doen en ik zeg het, ja, dat is een beetje intussen mijn eigen Robert De Niro geworden. Scorsese werkte nog wat meer Robert De Niro. En dat is, ja, dat is, ik vind het wel, wel leuk dat ja, ik hou ook nogal vast om de mensen die ik goed ken. Dus ik heb ook de indruk dat ik nu ook alleen nog maar thrillers en misdaadfilms zal maken tot het einde van mijn carrière. Ja, ik zoek mijn plaats en met die mensen en dan wil ik met die mensen ook verder. Dus, en het vreemde is dat inderdaad met Juppies al was. Juppies is een film die, ja, dat is echt inderdaad een verrassend misdaaddrama. Zoals Lof dat is, de zaak Alzheimer dat ook ten dele is. En dat is ook met Koen de Bouw. Ja, dus dat is, ja, dat is vroeg begonnen.